Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ben hier vandaag samen met Peshmerga, Marike, Maaike. En ik ga kort een interview met ze afnemen over vluchtelingenstudenten aan het HVA. Ik ben Maaike Raamekkers en ik werk bij Studentenzaken en ik coördineer het onder andere het taalschakeltraject. En dat is een traject voor anderstalige studenten die een studie willen gaan volgen aan de Hogeschool van Amsterdam. Het zijn vaak vluchtelingstudenten die zijn gevlucht en hier hun leven weer willen oppakken, maar ook bijvoorbeeld mensen die verliefd zijn geworden of met een Nederlander zijn getrouwd. Ze krijgen bij ons heel veel aandacht voor taal, voor Nederlands, om de taal goed te kunnen leren, om te kunnen gaan studeren. Er zijn ook schakelvakken. Bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, afhankelijk van welke opleiding ze willen gaan doen om ze heel goed voor te bereiden op hun studie. Ik ben Marike Kwakman, ik werk ook bij Dienst Studentenzaken. Ik zit in een taalteam en ik hou me bezig met Students That Matter. En dat is een organisatie waarbij we vluchtelingstudenten die bij ons aan de HVA studeren eventueel ondersteunen als ze daar gebruik van willen maken. We hebben ook een netwerk waarbij we vluchtelingstudenten koppelen aan ouderjaars in de vorm van mentoring, waarbij ze elkaar de wegwijs maken. We hebben ook een medewerkersmentoraat, zodat medewerkers hun netwerk beschikbaar stellen voor vluchtelingstudenten. We hebben een bestuur die bedenkt wat we met vluchtelingstudenten onderling kunnen gaan doen. En we hebben ook een tak, dat is bewustwording, waarbij we samenwerken met docenten en studenten van de HVA die aandacht willen besteden aan vluchtelingen en vluchtelingstudenten. En daarmee organiseren we een college. Café. En in samenwerking met Floor organiseren we een heel interessante filmavond met een randprogrammering erbij. Dat is Movies That Matter, zodat er aandacht wordt besteed aan het thema en meer gekeken wordt naar elkaar in het kader van diversiteit. Ik ben Peshmerga Murad. Ik zit in mijn derde jaar HBO ICT. Ik ben in september 2014 begonnen aan mijn opleiding. Daarvoor heb ik, zoals Maaike net zei, talens schakeltraject gevolgd. Dat was heel erg nuttig voor mij. In de zin dat ik me kon voorbereiden op het HBO, het niveau van HBO. Ik heb talens schakeltraject afgemaakt. Ik ben begonnen aan mijn studie. Tijdens mijn studie ben ik verder gegaan eigenlijk met de HVA. Met het meedenken aan het vergroten van bewustwording rondom vluchtelingen. Vluchtelingstudenten die ook aan de HVA studeren. Want vaak Nederlandse studenten hebben geen idee of er vluchtelingstudenten eigenlijk in de klas zitten of niet. Dus ik ben doorgegaan met Student That Matter. En ik zit nu in de staf. Ik vond het zelf heel erg nuttig toen ik het talenschakeltraject deed dat ik hulp kreeg. En daarom ben ik ook nu actief mee bezig met Student That Matter om meetups te organiseren. Elke twee maanden één keer, of eigenlijk ieder blok één meetup. Waarbij Nederlandse studenten en vluchtelingstudenten bij elkaar komen. En kennis uitwisselen, vragen aan elkaar stellen, gewoon lekker een drankje doen. Ja, dat hoort erbij, studenten. Ik hoop dat jullie wat aan deze informatie hebben gehad. En zo ja, doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer dan eventjes hier. Dan kunnen jullie hier zo mijn vorige video vinden. En hier de video van Jane. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer terug. Doei! Doei!